Matthijs van Nieuwkerk heeft zijn langverwachte sorry interview gegeven. Niet op beeld, maar wel bij het NRC. Vandaag al online, morgen op papier. De krant mocht hem bij hoge uitzondering face-to-face -face spreken in plaats van per e-mail. Anders gaat het alleen maar over waarom ik dat niet wil, al dus de presentator. 20 pagina's in een notendop, Matthijs geeft zijn wangedrag op de werkvloer toe, vindt het inmiddels allemaal heel verschrikkelijk en wijt het aan de hoge werkdruk van een tv-programma. Was het het waard dat collega's zijn geknakt door ons programma? Het antwoord is: natuurlijk niet. Het gaat ook over het psychische leed dat bij Matthijs is ontstaan na de onthullingen over zijn gedrag als horrorbaas. Hij woont in het Gelderse Almen, midden in de Achterhoek, en begint zijn dag normaal gesproken altijd ochtends in het café De Hoofdige Boer. Daar hebben ze Matthijs na de publicatie van de Volkskrant heel lang niet meer gezien. Matthijs durfde zijn huis niet meer uit. Ik denk dat ik wel twee, drie keer op mijn fietsje naar De Hoofdige Boer ben gegaan in die tijd. Ik heb zelfs met de klink van de deur in mijn hand gestaan. Maar ik durfde niet, had te veel schaamte. Hoezo dan? Dan zag ik door het raam een tafel vol met dagjesmensen zitten en dan dacht ik: nee, ik doe het niet. Ze zien me al aankomen, zeg, alsof er niets gebeurd is. Hij heeft zijn dagenlange tijd doorgebracht in een tot woonkeuken verbouwde voormalige schapenschuur. In plaats van naar de hoofdige boer te gaan, heeft Matthijs zich gericht op soul searching. Zo ging hij in op een brief van een kijker om eens te wandelen waar niemand hem zou herkennen. En dat heb ik toen gedaan. Een blind date. Gewoon, ergens in het land afspreken met een mij onbekende man, iemand met een groot bedrijf, een eind wandelen. En daarna met elkaar lunchen. We hadden het over wat leiderschap is. En hij had zelf ook het een en ander meegemaakt in zijn leven. Daar hebben we het met elkaar over gehad. Gewoon, van mens tot mens. Het is natuurlijk best een gekke uitnodiging. Maar ik dacht, waarom niet? Ik was op onderzoek. Op avontuur. Uiteindelijk besloten dorpelingen om Matthijs weer uit het dal te trekken. Ze organiseerden een verrassingsmiddag in de hoofdige boer. Toen ik de deur opendeed, stond het echtpaar dat de herberg uitbaat mij met open armen op te wachten. Ze zeiden: Hé, wat is het fijn om je te zien, we hebben je gemist, man. Matthijs werd er zeer emotioneel van. En daarna volgde de puppy, op doktersadvies. Ze kwam langs en zei: Waarom hebben jullie eigenlijk geen hond? Je hebt er ruimte genoeg voor, hier. En dan moet je wel naar buiten. Moet je voorstellen: ik, een hond. Terwijl ik hartstikke bang ben voor honden. Maar we zijn stapelgek op hem.